Hey mensen, welkom in mijn koninklijke keuken. Ik ben de Tosti Koning en in deze afleveringen ga ik zeer, zeer speciale tosti's voor jullie bereiden. Jullie kennen de afleveringen van de Tosti Vent misschien nog wel. Dat vonden jullie allemaal prachtig en jullie wilden heel graag dat hij terugkwam. Maar dit is nog veel beter. Want wat ik vandaag ga maken is wel heel speciaal. Dat heb je nog nooit gehad. Maar daarvoor moeten we wel naar een andere keuken. Want dat kunnen we niet hier doen. Gaan jullie mee? Zo. We zijn aangekomen in de keuken van Teun. Want we gaan de kleinste tosti ooit maken. Zoals je ziet heb ik hier allemaal mooie spulletjes liggen waarmee ik de tosti kan gaan bereiden. Laten we gaan beginnen met stap 1. We moeten natuurlijk eerst het brood gaan snijden in vierkantjes, want een tosti is over het algemeen vierkant. Ik ben gewend om met kleine dingen te werken. Zo. Zo. Dan doen we exact hetzelfde met het vlees. Zo. Zo. Kom op. En natuurlijk exact hetzelfde met de kaas. Heel mooi. Dan leggen we het één voor één op het brood. Lijkt er mooi op. Kijk. Oh, dit is echt een priel, hè, jongen. Wat je nu moet gaan doen is natuurlijk de tosti op gaan warmen. En daarvoor hebben we niet deze, want dit werkt niet. Dit is gewoon echt poppenspeelgoed, dus dit, ja. We moeten het in een pannetje gaan opwarmen. Ik zal hem even mooi op een bordje neerleggen. En hoe kun je dit pannetje nou opwarmen? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel, met vuur. Wat we nu gaan doen is het kaasje aansteken. Kijk. Ondertussen moeten wij proberen om die tosti in dit ding te proppen. Dat lukt altijd vrij aardig, want ik heb hem natuurlijk al flink plat gestampt. En nu is het eigenlijk vrij simpel. We moeten het pannetje boven het vuur gaan houden. Het moet opgewarmd worden. En dat duurt natuurlijk even, want het is geen echt gas van huis. Dus het duurt even voordat het goed warm is. En dat is wachten. En nog meer wachten. Shit man, dat pannetje wordt echt heet. Wacht, ik doe het even met een pincetje hoor, want dit gaat niet zo goed anders. Jongens, horen jullie dat? Je hoort al het geknetteren van het kaas. Dus dat betekent dat ik hem heel eventjes om moet draaien. Au, heet jongen. Oh, dit klinkt goed. Ja, mooi. En nu gaan we nog even de andere kant goed garen. Dit vergt natuurlijk heel wat geduld. Volgens mij is die klaar. Ik heb de bordjes en de mokjes klaarstaan. Hij gaat er nu uit. Zo, mooi. En nu is natuurlijk het moment van de waarheid. We moeten hem gaan proeven. Even kijken, hier zijn mijn mes en vork. Maar hoe ziet hij er van binnen uit, jongens? Hoe ziet hij er van binnen uit? Oh, dit klinkt goed. Oh, dit is magnifiek. Dit is perfect. Nou, we pakken natuurlijk ook even een saus. Want ja, wat is een tosti nou zonder een lekker sausje? Ik heb hier, nou ja, heerlijke ketchup. Die doen we er even een beetje op. Zo, heerlijk. En nu is het moment van de waarheid. Ik ga mijn tosti proeven. Serieus, dat is gewoon een tosti. Oh, dit is geweldig. Dames en heren, dit was de eerste aflevering van de Tosti Koning. Vonden jullie het nou leuk? Klik dan op een duimpje omhoog. En geniet natuurlijk van de volgende afleveringen van de decembermaand. Maar het smaakt heel goed, dus ik blijf nog even eten. Nou ja, zoals je ziet kan ik hier heel lang mee doen. Bedankt voor het kijken en later!